Het is 9:30. We gaan beginnen. We hebben een krap programma. Ik ben Gert van den Berg, Business Development Manager voor even mee bij Verkrega. Nou, we hebben weer, denk ik, een leuke locatie gevonden. Sint-Aagtenkapel. Een van de oudste gebouwen van Amersfoort. Het is, geloof ik, van 1499. Het is ook de enige overblijfsel van de kloostercomplex. Nou, in die tijd zag misschien Amersfoort er zo uit. Nu is het inmiddels, ziet het er zo uit. Ik moet nog even de aandacht vestigen op de fototentoonstelling. Dat is Lucia Loerders van Fleur Wiersma. Nou, aan het eind van de middag gaan we natuurlijk ook nog even een aantal mensen de toren beklimmen. Wie daar puff voor heeft, ik niet. Maar het is een van de drie, geloof ik, of vier gotische torens. Neogotische torens in Nederland. En een van de drie in provincie Utrecht. Dit is de tweede hoogste in de provincie. De derde is overigens die verreden. Ik zit alvast op een verkeerd plaatje te kijken. Natuurlijk is de toren het oude middelpunt van Nederland volgens de Rijksdriehoeksmeting. En dit is het plaatje wat onder de toren gedisplayed wordt. Even kijken. De sprekers van vandaag. Natuurlijk Ken, zoals elk jaar. Geeft twee presentaties. Rob van Eden, ex-collega, werkt nu bij TNO. Marcel Adema van Wetscript Friesland. Marcel heeft zijn foto niet ingeleverd. Dus het is een fantasiefoto. De volgende twee, drie. Wilco, mijn collega, is eigenlijk de opvolger van Erika Bodewits. En hij ondersteunt mij fantastisch bij Verkrega vraagstukken, demo's, et cetera. Jelle, dat is een Belg, die gaat wat vertellen over de projecten in de utilities. Kim, ook een collega, hij is software engineer, is een ontwikkelaar, maar echt een heel enthousiast FME-gebruiker. Oh, de crew. Arno is ook trainer. Erik, dat is eigenlijk mijn manager. Nou, ikzelf. Helmoet is ook een trainer. Kim, dat is de enthousiaste even meegebruiker. Marjolein, die sales manager en die vooral voor de niet-overheid. Rudy zorgt voor de techniek. Zowel ook op ons kantoor trouwens. Sabine is mijn steun en toeverlaat. Zij organiseert bijna alles voor deze dag. En Wilco, oh ja, die hadden we straks natuurlijk gehad als spreker. Die zien we straks nog een keer. Het programma. Nou ja, Ken met What's New in FME 2015. Dat is eigenlijk elk jaar hetzelfde, alleen het jaartal wisselt. Nou, ik vond het heel leuk dat Rob die onze presentatie wilde geven. Marcel, ja, we zijn pas geleden bij een workshop van Marcel geweest over waterkeringen. En nu gaat hij daar ook een presentatie over geven. En hij heeft nog een leuke connectie kunnen vinden met de FME server. Wilco gaat wat vertellen over de FME server. Nou, Jelle de Zwaan, Improved Digital. Digitation, ja, moeilijk woord, hè? With FME. Hij heeft een heel verhaal geschreven voor de introductie, maar dat was wel had een velletje extra vol. Kim, opsplitsen van grote XML-bestanden met FME. Ik ken, of het nou helemaal FME round the world zou worden. Hij heeft een vrije rol in deze, dus dat is hem wel toevertrouwd. Nou, we hebben de
sluiting is ongeveer 2:15. En dan gaan we eigenlijk onmiddellijk lopen naar, naar de Lange Jan of naar de rondvaart, waar we echt om 2:00 moeten zijn. Achter op het kaartje, wetje, is, ik hield me een tijdje verkeerd. Achter op wetje, dat zie je wat de activiteit is. Toren, varen of liever naar huis. Straks zijn er FME-coins. Je kunt er veel op lezen. Die link die jullie hieronder zien. Uiteraard morgen of maandag zijn alle presentaties beschikbaar. En misschien maandag ook de filmopnames. Dus u kunt het allemaal nalezen en naluisteren. En natuurlijk FME is fun. Hè? Elk jaar doen we dat. Doe toch weer iets leuks en dat is het onder andere beklimming en het varen. Voor elke bezoeker, voor elk torentje, hè, wat we vandaag mee kunnen nemen, daar gaat 10 euro naar het goede doel. En dat is Stichting Jarige Job. Deze week is het ook veel het nieuws geweest. De kinderombudsvrouw heeft er nog duidelijk aangegeven dat heel veel arme kinderen zijn die zelfs geen verjaardagscadeau krijgen. Dat krijgen ze zo wel. Ik zie dat we nog één slide hebben. En die is geloof ik voor 2:15. Maar omdat we dan... ik zie ook een schrijfhout. Omdat we dan heel weinig tijd hebben, moeten we meteen vertrekken naar de boot of naar de Lange Jan. En wie er nog zin heeft na de klimming of na het boottochtje, dan biedt iedereen een biertje aan die er zin in heeft. En dan is verzamelen voor de Lange Jan. En dan zijn heel veel heerlijke terrasjes met heerlijk bier, denk ik.